TBN, Prime Alert, die had er een vraaggesprek met de fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin. En met hem spraken wij over de jaarrede van de president. Aan hem vroegen wij wat hij vooral als zeer positief heeft ervaren aan de jaarrede, wat de gemiste kansen zijn en hoe verder met verbetering van de economie van Suriname. Want uiteindelijk willen we met ons allen naar een gezond Suriname. U hoort fractieleider van de VHP, Aziz Kumar Gayadin. Het begint met hoop voor die samenleving. Hoop omdat wij hebben aangegeven daadwerkelijk zoals de situatie er is te presenteren. En dat heeft de president ook gedaan. Dat we in een zeer slechte situatie verkeren. We gaan die samenleving geen valse hoop geven en valse informatie. En zo weet de samenleving waar we staan. En dat we gaan voor de stabiliteit. Dat we daarnaartoe gaan werken. We gaan dan wat opofferingen ervoor moeten doen. Maar de president heeft ook duidelijk gezegd, laat het de laatste keer zijn in onze politieke historie. Het is de derde keer dat die samenleving opofferingen brengt. Gewoon vanwege het feit van vernietigend beleid door een NDP-signatuur of een Bouterse signatuur, regering. Maar het moet echt de laatste keer worden. Dat hebben we ook in de verkiezingscampagne aangegeven. En dat heeft de president ook duidelijk gemaakt. We gaan ervoor. We gaan nu even in een dal, maar we gaan snel eruit. En als we eruit komen, gaan we voor die ontwikkeling. En in dat kader moeten we zorgen dat de dure leningen die zijn genomen, de wurgcontracten, de zaken die die samenleving in een greep houdt, dat we die wegwerken. En het zit erin. Dat was dus de boodschap van hoop in de jaarrede, zegt u? Helemaal. Ik denk dat daar duidelijk is dat we verder gaan. Dat die mogelijkheden er zijn. Dat die samenleving weet, heeft met jouw opoffering die zie. Lik FAFSA zeker de toe voorgaande lezen. Tak Asano City. En niet zomaar heeft de VHP als motto gebruikt. We zitten. We gaan ervoor. En wat ik goed vond, en dat de president opriep aan ieder, of het nu coalitie of oppositie is, we gaan hard moeten werken. En laten we niet ons ook verbeelden in een situatie van constructieve oppositie, terwijl men intussentijd ons diep in een dal heeft geplaatst. We moeten de waarheid zeggen. En als men dat wil aanhoren, dan wel daaraan mee wil meewerken om eruit te komen, dan gaat men mee. Maar voor de rest gaan wij verder. Ja. Maar toch zien we ook in dezelfde jaarrede, heer Gayadin, inkomsten begroot op afgerond 15 miljard, uitgaven afgerond op 22 miljard en een begrotingstekort van 7 miljard. Hoe denkt deze regering toch de gap te verkleinen? Nou kijk, de president heeft ook in zijn boodschap aangegeven dat er heel wat investeerders aangegeven hebben dat ze vertrouwen in hebben. En gaandeweg zullen we verder praten. En we zullen het moeten hebben van productie. Zonder productie zal Suriname niet eruit komen. En productie vanuit de particuliere sector, vanuit foreign direct investments die hier in dit land gepleegd kunnen worden, die dingen gaan pas komen wanneer men niet alleen vertrouwen heeft, maar dat men ziet dat het veilig is in Suriname. Dat die veiligheid om te investeren, dat die er is. Dat zei ik net vragen.
klimaat is wel aanwezig om te investeren in Suriname. Daar, is het investeringsvriendelijk? Daar werken we naartoe. En daar zullen een aantal acties ondernomen worden. Zodat men al de obstakels die er zijn van vergunningenstelsel, dan wel je regulering, wettelijke reguleringen, zaken die van te pas, aan te pas komen, die zullen verbeterd en weggewerkt waar het nodig is, moeten worden. Om ervoor te zorgen dat investeringsklimaat in dit land verbetert. En daarvoor komt dat instituut. En ik denk dat het nog van de maand plaatsvindt dat dat instituut actief bezig zal zijn. Ook een ander ding is dat wij de ministeries de ruimte moeten bieden om hun beleid te kunnen doen. En daarvoor zal het parlement nog van de maand proberen om de nota van wijziging, de begroting van 2020, goed te keuren. Voor eind van de maand, uiterlijk begin november. Zodat we dat goedkeuren en dat de regering aan de slag kan gaan. We hebben ook wat oppositieleden om een reactie gevraagd. Heer Gayadin, en ze geven aan, niets nieuws aan de horizon. Een opsomming, de jaarrede is volgens hen een opsomming van wat ze al allemaal eerder hebben gehoord. Dat is het verschil. Hier is er natuurlijk, als men dat noemt, een opsomming van de zaken die gedaan zullen worden. Dan is het een opsomming, maar dan is het een opsomming van werkelijkheid. Niet zoals wij dat de afgelopen 10 jaren gezien hebben, dat zaken werden opgesomd en in de praktijk werden andere dingen uitgevoerd. Dat is het verschil. Hier is wat men zegt, dat zal gedaan worden. En daar kunnen we op rekenen. En daar zullen wij als parlement ook voor waken. Daarvoor zijn we er. Om niet een situatie te creëren van de man Aregere Dusa Dewani. Er is een goede wisselwerking tot nu toe. En ik denk dat dat zo zal blijven tussen regering en parlement. Uitgaande van de jaarrede, heer Gayadin, als u toch wel wat zou kunnen meegeven aan die gemeenschap, wat zou dat zijn? Nou, zeker naar de jeugd toe, de jongeren toe, dat er ontplooiingskansen zijn, zowel qua school als arbeidsplaatsen, ontplooiingskansen om ook hun leven. Zoals de president dat zei, dat men kavels kan krijgen, bouwkavels. Maar dat ook mogelijkheden, randvoorwaarden gecreëerd worden, dat men hun eigen huis zouden kunnen opzetten. En daar zullen we aan werken. En dat zijn zaken die toch wel van belang zijn, omdat we weten wat er leeft in die samenleving. Er zijn jongeren die hoop verloren hebben. En het is niet goed voor een samenleving. Je kan 1000 doen, maar wanneer je opkomend jeugd, de jongeren geen hoop hebben, geen perspectieven zien, dan gaat men in andere richtingen opgaan die niet alleen negatief is voor hun leven, maar ook negatief voor het land. En dat willen we voorkomen. En dat gaan wij doen. Vandaar dat de president sprak over geïntegreerd beleid tussen ministeries. Als we praten over armoedebestrijding, dan gaat het om de verschillende ministeries die daarmee aan het werk moeten gaan. En zo gaat het ook als het gaat om huizenbouwprogramma's, dan gaan het verschillende ministeries dat ook arbeid omstandigheden creëren, dat financiën omstandigheden creëert en dat het ministerie van Sociale Zaken dan wel grondbeheer omstandigheden creëert, dat het integraal gaat en dat de particulieren de kansen krijgen om dat aan te bieden met alle zekerheden voor die samenleving en voor die jongeren.